We hebben eigenlijk een heel uitgebreid programma met korte speeches. We zijn ook benaderd om de opening feestelijk te houden. En we hebben wel een heleboel leuke mensen uitgenodigd, waaronder de burgemeester van Haarlem. Hij verschuilt zich nu enigszins, maar hij komt straks in Doekle Terpstra. Bruno Giebels, Ed van den Berg, Loet Rozentaal. En vergeet ik nou nog één? Nou, dat kom ik zo op. Vertegenwoordigen zijn al die werelden die dit mogelijk gemaakt hebben. Dus eigenlijk, Bert, mogen we jou de vloer geven? Maar wacht even, voordat we het woord geven, moeten we eigenlijk wat doen, hè? Eigenlijk wel. We hebben iets heel leuks voorbereid. En dat is ook voor jou nog een verrassing, Bert. Er is een tijd geleden iets vervelends gebeurd met een item wat in het bezit van de burgemeester was. Kan je dat nog niet? Daar weet ik alles van, Maarten. Dat zou een werkelijke boosje zijn wat mij deze middag kan overkomen. Het gaat om de ambtsketen van de burgemeester die verdwenen is. Dat klopt, hij is gestolen, ontvreemd of zoek geraakt. Ja, hij is een aantal jaren geleden gestolen. En toen ik hier wel eens was, toen heb ik al eens de suggesten. Kijk, dit klinkt nu alsof dit allemaal voorop gezet is, dat is het niet. Dus ik hoop van harte dat hier straks een nieuwe keten komt, maar ja. Dat klopt, je kan alles op bestelling krijgen hier. We zijn een fabriek waar nooit hetzelfde gemaakt wordt. En dit is een uniek product wat hier ontwikkeld is door twee kunstenaars die hier nu aankomen lopen. En het is een ambtsketen in full color, met allerlei aspecten die verwijzen naar de geschiedenis van Haarlem. Het zijn ook drukletters voor de boekdrukkunst. En die letters die stellen weer allerlei andere elementen voor die belangrijk zijn in de stad Haarlem. Hij gaat nu worden omgehangen. Even, ja, door de knieën. Heel mooi. Ja, dit is echt een heel bijzonder exemplaar. Dat kennen we niet in Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Aan het applaus te horen staat hij ook nog goed. Ja. Hij staat prachtig, je bent nog knapper dan daarvoor. Mocht hij nou ooit kapot vallen, dan is het één mailtje en dan printen we hem nog een keer voor je. Ik wil weer graag... Dus de burgemeester die heeft een nieuwe kroonzegging gekregen. Allereerst natuurlijk Maarten, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En Herman met het succes. En ik mag mezelf eigenlijk ook wel feliciteren met het feit dat ik op Maarten's verjaardag deze prachtige ambtsketen heb gekregen. Als ik zo de lijst aan de sprekers hoor, dan lijkt het een beetje op een talkshow. Dus het is ons alle raar gelegen om het vooral kort te houden. Dat zal ik dan ook doen. En de kern van mijn toespraak is natuurlijk dat we blij zijn en vooral ook trots. En dat zijn we sowieso als Haarlemmers natuurlijk op onze stad. We weten allemaal dat we een historische stad zijn. En daarbij denken we natuurlijk in eerste instantie aan kunst en cultuur. Maar vergeet vooral de innovaties niet. Ik heb Herman geloof ik al eens vergeleken met Laurens Jansson Koster. De uitvinder van de boekdrukkunst die we nog elke dag eren met een standbeeld op de Grote Markt. Daar danken we de enorme grafische tradities in Haarlem aan. Haarlem was lange tijd een stad van drukkers, van uitgevers. Vergeet ook Anthony Fokker niet, die in Haarlem-Noord zelf een vliegtuig in elkaar knutselde en daarmee vol bravoer een rondje om de Bavo vloog en liet zien wat een luchtvaartpionier die was en hoe lang we niet van een prachtige Fokkerfabriek hebben kunnen genieten. En de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem, of andersom, dat weet ik nooit precies, reed tussen Haarlem en Amsterdam. En hebben we in Haarlem niet nog steeds de grootste spoorwegwerkplaats van Nederland. En vandaag wordt er weer een stukje aan die geschiedenis bijgeschreven. Daarvan ben ik overtuigd, want hoe fantastisch is het niet dat we een nieuwe revolutie in de maakindustrie mee gaan maken. En wat mij betreft is het eigenlijk geen vraag, maar dat we hier aan de vooravond staan van een hele nieuwe impuls voor de maakindustrie. Dat is feestelijk, niet alleen omdat het in Haarlem plaatsvindt, maar ook omdat het gebeurt in een mooi samenwerkverband van innovatieve ondernemers, van onderwijsinstellingen en in alle bescheidenheid zeg ik erbij, hebben we als overheid
ook nog een klein aandeel daarin kunnen leveren. Proficiat daarmee. En hoe mooi is het ook niet dat dat in onze Waardepolder plaatsvindt. Onze Waardepolder die toch al een aantal keren hele mooie prijzen heeft gewonnen. Als beste bedrijventerrein van Nederland, maar ook in de regio mooie prijzen heeft gewonnen. En dan is het helemaal mooi dat, dat we nu deze nieuwe bijzondere innovatie daarbij hebben. Want dat is natuurlijk voor onze Waardepolder een beetje extra glans. Heel mooi, heel feestelijk, van harte gefeliciteerd. En dan de volgende gast in de talkshow, Herman. Nog niet. Oh, dat is waar ook. En dan willen wij jou even meenemen. Is het een onverroepen? Ja. Okay. En wat is dit voor een materiaal? Dit is een kunststof. En deze sloten worden dus niet meer gemaakt. De sleutels worden ook niet meer gemaakt. Wij printen ze nu. Oké, dus je kunt altijd nog, als je je sleuteltje vergeet... Ik zal niet vertellen waar ze voor zijn. Oké. Doe even in de microfoon. Schrijf even in de microfoon wat je nu doet. Dat deze sleutel... Deze sleutel is van kunststof gemaakt. Ik kijk eens even deze kant op hier. Dan is het drie. Ja, oké. Ik moet wel even dat het nu officieel wel moet. Ga ze maar achter die ketting, hoor. De andere. Dames en heren, misschien heeft u het niet goed heel dichtbij kunnen zien, maar ik heb zojuist met een 3D geprinte sleutel hier een slot opengepakt en daarmee is de 3D regelsleutel officieel geopend. Aan jou, die stond al 2 jaar. Mijn uitnodiging aan jou, die stond al 2 jaar. We hebben het gehad over deze zone. Je leek het een goed idee. En dat moest toch wel even uitgevoerd worden. Hier staan we. Ja. Laat ik daar ook mee beginnen. Complimenten Maarten, Herman voor dit initiatief. En complimenten voor het feit dat jullie dit gaan realiseren. En dat er al volop gewerkt wordt. 2 jaar geleden kreeg ik voor het eerst als voorzitter van het toenmalige college van bestuur van Hogeschool in Holland te maken met Herman Maarten. En Herman die vertelde me dat hij voornemens was om dit initiatief te gaan starten. En ik heb hem zeer gecomplimenteerd met dat initiatief en tegelijkertijd zag ik... Dus kunnen jullie ook wat hartjes geven allemaal en voor even elkaar. Retweeten? Krijg je dat voor elkaar? En hij krijgt het voor elkaar, jullie krijgen het voor elkaar en ik vind dat daar een geweldig compliment voor op zijn plek is. Dus... Dames en heren, ik zou voor deze 2 mannen wel dat applaus willen vragen. Bravo! En Jeroen. Waar is Jeroen? Jeroen is er niet, maar daar zou ik ook... Daar is Jeroen ook. Ook complimenten voor Jeroen. Maar ik zou ook het gemeentebestuur, de burgemeester willen feliciteren met het feit dat dit initiatief er staat en dat... de gemeente dit initiatief ook zo warm heeft ondersteund. Want het is ontzettend belangrijk dat ondernemerschap kan samenwerken met lokale overheden, maar ook met lokale onderwijsinstellingen, om uiteindelijk die plekken te vinden die als broedplaats voor innovatie kunnen fungeren. En ik ben ervan overtuigd, dit wordt een broedplaats van innovatie. Partijen die elkaar willen vinden, omdat ze snappen dat er op het gebied van 3D-printing, maar niet alleen op dit gebied, maar dat er ook in termen van andere gebieden, crossovers in andere sectoren, samenwerking nodig is die elkaar kan helpen om die innovatie ook werkelijk vorm en gestalte te geven. En ik vind het geweldig om te horen dat er nu al start-ups bezig zijn om zich rond dit initiatief te positioneren. Bedrijfjes die zeggen van het is de moeite waard om hier te zitten en waarom? Omdat het een plek is waar partijen elkaar vinden en waar ze elkaar willen versterken in wie ze zijn, in de aard van wie ze zijn. Dus niet alleen maar
een mbo-plek, niet alleen maar een hbo-plek of een wo-plek, maar juist in de keten van het onderwijs partijen die elkaar zoeken en samenwerken en daar ook complementaire willen zijn. En dat doen met het bedrijfsleven. En een open deur organiseren voor het bedrijfsleven, laten zien dat het onderwijs de bereidheid heeft, maar ook de kunst verstaat om een bijdrage te leveren aan die innovatieve ontwikkelingen die plaatsvinden. Dus een uitnodiging voor het bedrijfsleven om hier te komen. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mogelijkheden zijn voor het bedrijfsleven om juist hier de opbrengst te halen. Ik wil jullie ontzettend veel succes toewensen met het initiatief. Maar hetzelfde geldt voor al die partijen die hier nu omheen gepositioneerd zijn. Ontzettend veel wijsheid, plezier en ik hoop ook opbrengst toegewenst. En laat dit vooral een broedplaats vormen van vernieuwing. Dat wens ik jullie toe. Veel succes daarmee. Dankjewel, Doekle. Dank je. Ed, zou ik jij mogen uitnodigen hier? Dames en heren, Ed van den Berg. College van Bestuur, het Nova College. Van Herman, bedankt. Ook namens het Nova College, Maarten Herman, gefeliciteerd. Ja, dubbel gefeliciteerd. De Flintstones, die kent u ongetwijfeld nog. De Family of the Past, zou ik ze willen noemen. Want dat tijdperk hebben we ver achter ons gelaten. Maar kent u ook de Jetsons nog? Dat is zo'n beetje uit mijn generatie. En dat was de familie die 2062 op een hele futuristische wijze in beeld bracht. En werkte en leefde in 2062. En de 3D Makerszone, dat zijn voor mij de Jetsons die de toekomst vorm gaan geven. Welkom in de slimme stad Haarlem, onderdeel van de metropoolregio Amsterdam, waarin intelligente technologie ons leven veiliger, schoner, sneller en vooral leuker maakt. En waarom vindt het Nova College de ontwikkeling van de 3D-makerszone belangrijk? Het antwoord is eenvoudig. De technologische ontwikkelingen die hier centraal staan in de 3D-makerszone doorsnijden alle bestaande beroepen waarin wij nu opleiden. In de afgelopen 20 jaar hebben we gezien dat toegepast ICT beroepen in de informatie, media en communicatie-industrie drastisch heeft veranderd. Dit heeft vooral veel nieuwe beroepen doen ontstaan. En nu zien we dat ICT beroepen in de techniek, maakindustrie, maar ook in de zorg drastisch gaat veranderen. En die veranderingen gaan sneller dan ooit. Wij gaan van toegepaste natuurkunde naar toegepaste ICT. Want kijkend naar traditionele opleidingsdomeinen zoals elektrotechniek, bouwkunde en werktuigbouwkunde, allemaal toegepaste natuurkunde, zien we nu dat ICT zich op een hele andere wijze ontwikkelt. Met alle nieuwe verschijningsvormen zoals 3D-printing. Gepersonaliseerde lokale productie, zoals we ook in de hackathon hier gezien hebben voor PWN. Slimme ICT-gerelateerde technologische concepten, smart technology, internet of things, cloud, big data en sensortechnologieën. In deze nieuwe digitale industrie verbinden digitale informatiestromen de verschillende processen. En deze informatiestromen worden gebruikt om het geheel efficiënter en duurzamer te maken. In deze nieuwe wereld zullen wij beroepen die wij nu kennen en andere kennis en vaardigheden vragen. Ook daar ben ik van overtuigd. Er zullen vele nieuwe en andere beroepen gaan ontstaan. En in deze beroepen ligt de nadruk op het verbinden van bestaande technologie en toegepaste ICT. Het Nova College ziet het als een opdracht om te groeien naar een responsief mbo dat ook kan inspelen op deze snel groeiende vraag. Het is daarom van het grootste belang dat we ons samen met de 3D Makerszone in de voorhoede bewegen. Kennis en vaardigheden zijn van groot belang voor een duurzame regionale innovatie. En wij zijn er trots op dat we met onze trekker, die wil ik toch even noemen, Tim van der Voort, participeren in de 3D Makerszone. En wij werken ook samen met de 3D Makerszone aan een regionaal investeringsfondsaanvraag, Smart Makers Education.
waar Herman ook een belangrijke rol in speelt. En wat ik hier zie is een uitstekend voorbeeld van samenwerken tussen bedrijfsleven, onderwijs en innovatieve denkers. Herman, veel succes en gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je. Dan willen we hebben een aantal dingen die we gaan onthullen nog vandaag. Dus een paar verrassingen die eraan zitten te komen. Ik zou heel graag, voordat ik de volgende spreker introduceer, iemand op het podium willen roepen die iets moois wil laten zien wat we gaan onthullen. En dat gaat om Farid Tabarki van Studio Zeitgeist. Nog even een kleine introductie voor degenen die Farid niet kennen. Farid is onder andere columnist bij het Financieel Dagblad en heeft een adviesbureau. En is onlangs uitgeroepen tot een van de 200 meest invloedrijke Nederlanders. Dus Farid heeft samen met Herman en ik en Rinder de Groot, dus de samenwerking tussen Assembled Media en Studio Zeitgeist, hebben wij een rapport geschreven en daar gaat Farid nu wat over vertellen. Dankjewel Maarten. Ja, ongelooflijk, want Herman en Maarten hebben niet alleen de afgelopen maanden hard gewerkt om dit allemaal van de grond te krijgen, maar we hebben ook een publicatie gemaakt waarin we eigenlijk mensen willen meenemen, u willen meenemen. Wat zijn nou de toekomstige ontwikkelingen en de belangrijke ontwikkelingen rond de thema's waar we vandaag over gaan hebben. Daar hebben we een prachtige publicatie van gemaakt. Dit is hem. Hij komt volgende week in iBook en in papieren versie uit. En daarin krijgt hij eigenlijk in een overzicht te zien wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat we als verschillende industrie sectoren kunnen verwachten van de ontwikkelingen die we vandaag met elkaar bespreken. Dus hou volgende week goed in de gaten op onze sites, want dan kunt u hem gaan downloaden. Een goed overzicht van wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rond de thema's van vandaag. Ik zou zeggen, downloaden, niet te missen. Dankjewel. Even zo. Loet, mag ik jou uitnodigen? Loet Rosenthal, PWN. Wij hebben elkaar ook, helaas deze is even uitgevallen. Wij hebben elkaar, ik denk ook 2 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En toen zijn we dit pad op gegaan. En misschien kan je daar wat over vertellen. Dat zal ik doen, Herman. Allereerst dankjewel voor de introductie. Goedemiddag, dames en heren. Want kan ik zeggen, dat was voor PWN en voor mij geen vanzelfsprekendheid. U heeft een stukje daarvan kunnen lezen in het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag, waarin ik de mensen die hier bezig zijn op de werkvloer vergelijk met een half stel hippies, of een stel halve hippies, die dan bezig zijn met in zo'n grote hal met hun dingen. Ik wil gelijk wat ontzenuwen. Ik heb dat niet gezegd, maar ik zeg er gelijk bij, ik had dat gezegd kunnen hebben. Ik ben inderdaad 1,5 jaar geleden of zo zijn we in contact gekomen. Dat ging overigens via een goede collega van me, Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN. Die bracht me in contact met Herman. En Herman was eigenlijk gelijk heel enthousiast. En dat heeft hij op me over kunnen dragen. Uiteindelijk is de proof of the pudding natuurlijk in de eating en zijn we aan de slag gegaan hier. En wat me opgevallen is al die tijd al en nu ook weer, is het enthousiasme wat er leeft op de werkvloer. De omgeving is heel inspirerend, laagdrempelig en nodigt dus uit tot samenwerken en ook echt werken, echt maken, echt dingen maken. En dat is wat hier volgens mij gebeurt. Dan nog moet je zien hoe pakt dat uit. En voor PWN hebben we al een mooie opbrengst, dat is hier ook te zien in ons field lab, in de vorm van eigenlijk iets heel simpels, laag bij de grond zou je kunnen zeggen. Een putdeksel, we hebben nogal wat verschillende soorten putdeksels in het verleden gehad. Die we niet op voorraad meer hadden, die niet meer geleverd kan worden. En die als je een putdeksel moet vervangen die kapot is, dan ben je gedwongen een hele straatpot te vervangen. Nou, heel simpel idee, we pakken zo'n putdeksel, we scannen hem en we printen hem. Nou, dat gaat dus geschieden en op die manier hebben we al een heel mooi resultaat, heel praktisch resultaat te pakken. Kijk, hier is het voorbeeld. Nou, nog een stapje verder, je stopt er een chip in en hij wordt intelligent, hè? Daar kun je van alles mee doen. En zo willen we graag in deze omgeving nog wat meer dingen doen. Nou, vorig jaar hebben we ook een hackathon georganiseerd. Een maakhackathon samen met het Nova College. Ook fantastisch inspirerend om een groep studenten zo enthousiast aan het werk te zien. Met in dit geval de opdracht om leidinginspectieapparatuur te ontwikkelen.
Inspecteren van leidingen is best lastig, hè, want dat ligt allemaal onder de grond. We kunnen het niet openmaken. Dus we wilden graag een apparaatje hebben wat in de leiding kon. Dat hebben ze voor ons gemaakt. En dan zie je ook, naast het enthousiasme, dat er heel veel verschillende disciplines aan het werk zijn. Het gaat dus niet alleen, dames en heren, hier om 3D-printing. Het gaat om een combinatie van, het werd ook al gezegd, robotica, sensoring, ICT, big data. En dat is wat het werk hier heel mooi en uitdagend maakt. Daarom hebben we ons ook voor de komende tijd verbonden aan de 3D Maker Zone. En gaan we dus de komende tijd nog aan de slag in oktober weer met een maakhackathon die helemaal gebaseerd is op het vraagstuk van leidingvervanging. Dat was PWN 10.000 kilometer leiding ondergrond. Dat moeten we een keer gaan vervangen in de loop van de zeg maar 80, 100 jaar. En bij voorkeur doen we dat samen, omdat er natuurlijk meer infrastructuur onder en boven de grond zitten. En ook daarvoor biedt deze vloer denk ik een prachtig platform om dat gezamenlijk te doen. En de laatste die ik nog wil noemen, dat is een internationale maakhackathon in het kader van Plastic Free Rivers. Die wil ik graag even bij u onder de aandacht brengen. Dat doen we onder andere samen met, daar hangt de poster, samen met Rijkswaterstaat. Met als bedoeling, misschien het initiatief van Bojan Slat, om de oceanen plasticvrij te krijgen. In de Stille Oceaan, een plek waar heel veel plastic als het ware rondzwerft bij elkaar. En waar je het er goed uit zou kunnen vissen. Het is natuurlijk veel mooier als je kunt voorkomen dat het plastic via de rivieren in zee terechtkomt. En we zoeken dan ook de samenwerking om het plastic eruit te halen, om te voorkomen dat het erin komt. En wij moeten zelf als PWN, en dat doen we ook, ongelooflijk veel investeren om van dat oppervlaktewater, in ons geval het IJsselmeer, mooi drinkwater te maken. Dus die kennis brengen wij in. Ik kan u in ieder geval verzekeren, er zit geen plastic in uw drinkwater, laat dat duidelijk zijn. Maar we willen ook graag ons best doen om die bron voor de toekomst mooi te houden en mooi te maken. Dus dat is iets wat het komend jaar gaat gebeuren. Daarmee eindigt mijn presentatie. Ik wil ook namens PWN richting de 3D Makers Zone mijn felicitaties uitspreken voor de opening vandaag. Heel veel succes, heel veel inspiratie met z'n allen. En we gaan er wat moois van maken. Dankjewel. Dankjewel, Loet. Ik wil nog ook heel graag echt een applausje namens ons voor PWN. Want ik moet echt zeggen dat PWN behoorlijk innovatief en gedurfd heeft gehandeld afgelopen jaar. En stappen heeft gezet die menig bedrijf niet had durven zetten. Met hele mooie resultaten tot gevolg. Dus namens ons nogmaals applaus. En dan ben ik al druk aan het rondspeuren al een tijdje voor de volgende spreker. Heb jij hem gezien, Herman? Nee, nog niet. Bruno. Bruno Giebels. Giebels. Ik hoop dat hij er is. Hebben wij Bruno Giebels in de house? Nee. Zo niet. Ja, Bruno Giebels is de voorzitter van de ondernemersvereniging hier in de Waardepolder. En een van de aanstichters van dit idee om het gewoon vooral hier te vestigen. Dus ik denk dat hij nog onderweg is, maar dan laten we dit zitten. Wat wij nog één ding, wat wij buiten gaan doen. Buiten hebben wij iets te onthullen. En binnen ook. En binnen ook, dat mag jij doen. Goed. Links van mij zien jullie een behoorlijk grote printer staan. Dit is de allerhoogste printer van Nederland momenteel. Dit is een FDM printer. Een FDM, de afkorting staat voor Fused Deposition Modeling. Nou, dat is de meest technische term die ik vandaag ga gebruiken. En ik ga hem niet helemaal uitleggen, maar heel kort komt het erop neer. Je ziet een spoel staan naast die printer met plastic draad erop. Dat is ook wat hier achter u gefabriceerd wordt door 3D for Makers. En dat plastic draad is het materiaal, de grondstof, waarmee dit type printer objecten kan opbouwen. En dit plastic draad wordt gesmolten in een hele hete kop. En vervolgens wordt het gesmolten plastic laagje voor laagje neergelegd in een patroon wat op de computer ontworpen is. Nou, deze printer hebben wij in allerlei soorten en maten al staan hierachter. Maar zo'n grote hadden we nog niet. En het is een enorme aanwinst voor de 3D Makerszone en dus voor de hele metropoolregio Amsterdam. Om dan de grootste, hoogste 3D printer van Nederland te hebben. Hij kan objecten maken met een omvang van 1 meter en een hoogte van 1,5 meter. We hebben onder andere deze vaas die hier staat al geprint. Daar is hij nog eentje van aan het maken. Dus dat kan op bestelling, maar we kunnen natuurlijk ook veel creatievere objecten maken. De eerste opdrachten zijn al binnen overigens voor deze machine, terwijl die nog onthuld moet worden. Maar bij deze zou ik hem dus willen onthullen.
En ik nodig iedereen uit om straks na afloop een kijkje te gaan nemen. En uiteraard bestellingen kunnen bij mij en Herman of anderen gedaan worden. Uiteraard. Voordat we genadeloos aan de borrel gaan. Voor de mensen die het leuk vinden. Maarten en Jeroen die gaan buiten iets onthullen. Wat ook 3D print is, maar dan in beton. Dat was een beetje zwaar om naar binnen te dragen. Dus als mensen mee willen lopen, je bent meer dan welkom. En anders neem een borrel. Ga overal vooral kijken hier in deze zaal. Er is van alles te zien. Van scannen, printers, robotarmen, grotere industriële printers, putdeksels uiteraard, materiaal maken. Alles is er te zien. Neem een drankje, veel plezier en we hopen jullie allemaal snel weer te zien. Dank jullie wel. Bedankt. Ja, wat hebben we hier staan? Het is een object wat gemaakt is in samenwerking tussen ondernemers hier op dit terrein. Ontwerp van de jongens van Smart 3D Print, die daar zitten in een van de gebouwtjes. En het bedrijf Siebe, dat zit in Os onder andere en ook in Eindhoven en Amsterdam. En dat is van een ondernemer, Barry Hendricks. Daar kun je alles over lezen op 3dprintmagazine.com. Daar staat een artikel over wat hij gemaakt heeft. Deze jongen heeft een betonprinter zelf uitgevonden, een aantal jaar geleden. Is een paar jaar mee bezig geweest in ontwikkeling. Hij komt uit een familiebedrijf dat beton doet en in bouw doet. Bestaat al sinds 1922. Werkte al op zijn achtste in het familiebedrijf. Maar begon gaandeweg steeds meer dingen te zien waarvan hij dacht dat moet sneller kunnen, beter, moderner, efficiënter. En volgde allerlei opleidingen, mbo, hbo, universiteit. En uiteindelijk heeft hij dus bedacht, ik ga een betonprinter ontwikkelen. En waar is hij dan? Hij is in het buitenland. Hij is overal wordt gevraagd in de hele wereld. Iedereen wil betonprinten. Want wat is nou een betonprinter? Dat is eigenlijk niet heel veel anders dan een hele grote slagroomspuit. Met een hele grote slang eraan waar heel veel vloeibaar beton doorheen komt. En het is een speciaal soort beton wat ultrasnel uithardt. Dat moet ook, want als je klaar bent met de eerste laag en je spuitkop is weer terug bij, bij het punt waar die begonnen is, dan moet het hard zijn, anders zakt het door. En deze jongen kan dus in principe eigenlijk elke vorm printen die je maar wil. Hij kan een huis printen van 3 verdiepingen binnen een etmaal. Hij kan dit bankje, want het is het, een bank heeft hij binnen, ik denk, een half uur geprint. En het leuke aan deze bank is, hij is aan de binnenkant nog zoals hij was toen hij geprint was. Dus je ziet eigenlijk de lagen van het beton. Aan de buitenkant hebben ze hem nog eventjes mooi afgewerkt, waardoor hij mooi glad is. En ik heb deze uiteindelijk gekozen om hier neer te zetten, omdat je daardoor goed kan zien wat de mogelijkheden zijn, hoe die er oorspronkelijk uitziet en hoe die eruit ziet als hij afgewerkt is. Hij is 500 kilo, of tussen de 500 en 600 kilo. We dachten er vanwege het weer nog even over om hem naar binnen te brengen, maar dat was niet te tillen. Dus uiteindelijk hebben we hem hier staan. Het is natuurlijk een aanwinst, dus je kan toch vanaf de weg kan je zien dat hier een beton geprinte bank staat. En het eerste beton geprinte item in Haarlem. Ik kan hem even opvullen. Ja. Bravo! De menigte is dol enthousiast. Die wil zitten en zich eraan durft te wagen. Ja. Zo, dit is dus een betonnen bank. De eerste betonnen bank die geprint is in Haarlem. En hier kun je dus zien hoe het in laagjes is opgebouwd. In een half uur spuit hij dus 500 kilo beton. En hij zit goed hoor. Dus echt lekker. Ja, ben ik nu... Nee hoor. Ja, je staat even... Maar het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden voor... Het gaat natuurlijk heel veel doen voor de bouw, hè? Dit gaat heel veel doen voor de bouwsector. Ja, wat zijn de kosten om zo'n bank te maken en om 3D te printen? Is dat nog duur? Die zijn lager dan op andere manieren. Als je een malletje maakt en je giet hem erin, dan is het... Dat is veel duurder. Zeker als het om één stuk gaat. Ja, één stuk is ook. Maar als je de 100 moet maken... Als je puur naar de kosten kijkt, betonprinten is relatief goedkoop. En het betonsoort dat hiervoor gebruikt wordt, is weer een gepatenteerde, speciaal ontwikkelde betonsoort. Omdat die snel moet uitharden. En die is ook weer van biologisch beton gemaakt. De ontwikkelaar daarvan is een boerderij waar die olifanten gras kweekt. Ja. Heel hoog gras en wat heel snel groeit. Ja. En daar ontwikkelt hij biobeton van. En het is goedkoper beton en het is duurzamer beton. En het is milieuvriendelijker beton. Hey Maarten, we zitten hier nu bij weer een opening.
Wat is er de afgelopen... Wanneer was de laatste keer dat ik deze grote tentoonstelling zag? Ik denk 2 jaar geleden. Ja, wat is er in de afgelopen 2 jaar op dit oude mooie terrein gebeurd? Wat was dit ook alweer? Dit is een oude remise van de gemeente Reiniging. Ja, daar gebeuren leuke dingen. En wat heb je de afgelopen 2 jaar gedaan? Want hier zitten allemaal start-ups en... Klopt, ja. Dus in alle gebouwtjes zitten hier start-ups. En hier het grote gebouw, dat is eigenlijk waar wij zelf zitten. Ja. Wij zijn de initiatiefnemers en die andere start-ups die zijn hier komen vestigen omdat wij hier zaten. En profiteren eigenlijk met z'n allen van de synergie en de ontwikkelingen en alles wat hier ontstaat. En roepen elkaars expertise en hulp ook in om nieuwe producten te ontwikkelen. Met 3D-printing, maar ook met robotica, Internet of Things, sensor networking, big data. Eigenlijk alles wat er aan disruptieve technologieën momenteel rondgaat, proberen we te combineren in innovatieve producten. Ja, maar dit hadden je 2 jaar geleden, had je dit ook al. En wat is er nu vandaag anders? 2 jaar geleden hadden we hier een expositie waar alle exposanten hun waren uitstalden. Nu zijn er geen exposanten meer. Nu is alles wat hier staat van ons. En zijn het onze machines, zijn het onze uitvindingen die hier liggen. Okay. Dus we hebben de hele hal die leeg was 2 jaar geleden, die we alleen eenmalig vulden voor een dag, hebben we nu zelf gevuld. Oké, en er zitten ook industriële printers bij, die zijn hartstikke duur. Wat heb je totaal nu geïnvesteerd hier staan? Ongeveer 1 miljoen. 1 miljoen? Ja. Oké, dus de duurste printer, wat is de duurste printer? De duurste printer is de Project 5000, die is 170.000 euro. We zijn de enige in Nederland die hebben staan en die print in vloeibaar hars. Dus dat is material jetting, dus het is niet een printer met een badje hars waar een UV-lamp overheen gaat. Het zijn kleine druppeltjes hars die ook met een UV-lamp worden uitgehard. Maar die kan in zo'n hoge resolutie printen op microniveau dat je echt hele kleine filtertjes en onderdeeltjes kan maken voor zeer hoogwaardige toepassing. Nou. En we hebben dus ook een... Nou, dan ga ik zo meteen even met hem een rondleiding doen. Maar dan pak ik even een goede microfoon. Dan gaan we eventjes langs alle dingen. En dan gaat hij vertellen wat er bijzonder aan is. Maar je kunt hier gewoon, kun je hier ook heen? Je kan hier gewoon heen. Ja, ja? Het is alleen wel bedrijven. Het is niet voor Het is niet voor, niet voor de gezelligheid. Niet al die scholieren. Nee. Nee, nou, behalve dan via de opleiding. Alleen scholieren die hier echt een opleiding komen doen, die kunnen hier terecht. Ongeveer 50 tot 60 leerwerkplekken per jaar. En we geven ook colleges hier. Ja, www.3dmakerszone.com. Dat was weer even de periscope van vandaag.